En bij impactvol afstuderen draait het om de vraag van hoe kun je nou een afstudeertraject zo vormgeven dat dat maximaal impact heeft. Oh. Even kijken, dan gaat het bij mij gelijk al technisch mis. Als het goed is, zien jullie hier dus de volgende slide van impactvol afstuderen. Ik kijk even bevestigend naar Lex. Zie jij hem ook, Lex? Ja, Heel je fijn. moet nog even dat Ja. alle vragen via de chat en zo. Ja, oh, sorry. Ja, dat vergeet ik ook allemaal weer. We zitten in een omgeving die volgens mij voor ons allemaal redelijk onbekend is. Jullie mogen tijdens de presentatie je vragen via de chat stellen. Die chat zit links onder de drie puntjes. En dan heb je een wolkje. En daar kunnen jullie je vragen typen. Lex houdt dat in de gaten en zal ook op bepaalde tijden eventjes de vraag uit de chat inbrengen, zodat we het daar heel even over kunnen hebben. Nou, dat is denk ik even het technische gedeelte. Als je wat wil zeggen, dan kan je, als je echt iets wil zeggen, dat zou kunnen, dan kan je je hand ook even opsteken. En dan kun je bij je poppetje aangeven dat je graag wilt broadcasten. En dat zien wij dan ook in het scherm verschijnen. Wat ik jullie vandaag graag tijdens deze workshop mee wil geven, is enerzijds kijken van, nou, als je nou aan de slag gaat met projecten of trajecten waar studenten in afstuderen, nou, wat krijg je dan mee te maken? Waar moet je dan aan denken? En dat heeft voor mij vandaag twee thema's. Eerst is dat ik met jullie wil kijken naar hoe kun je nou kijken naar impact. Wat is impact? En hoe kijken alle verschillende betrokkenen in zo'n traject daar nu naar? En een tweede is van als je een afstudeertraject voor studenten wil inrichten, wat voor scenario's zijn er dan mogelijk en wat komt daar dan bij kijken? En dat gaat dan met name over welke grenzen kom je dan tegen en hoe kan je zorgen dat je die grenzen beslecht en dat ze leerzaam worden voor iedereen, zodat je dus uiteindelijk weer meer impact kan krijgen. Ik praat vanuit de resultaten van een groot NRO-project Impactvol Afstuderen. Je ziet hier op de slides ook de partners. Dat is de Hogeschool Utrecht, de HAN, Avans en de Vereniging Hogescholen. En we zijn binnen het economische domein aan het kijken van hoe kun je nu met al deze stakeholders samen tot nieuwe scenario's voor afstuderen komen die maximaal impact hebben. Nou, dan starten we dus bij die eerste vraag van wat is nu dan precies impact in dit hele verhaal? En als jullie willen, dan mogen jullie. Ik heb in de chat nu een Mentimeter voor jullie staan. Als jullie daar eens in één woord willen aangeven wanneer iets voor jullie impact heeft. Ik zie ook de vraag van Mira van wordt deze sessie opgenomen? Sanne antwoordt al met dat de sessie wordt opgenomen. En als het goed is, zien jullie nu ook in beeld naast mijn presentatie nu ook een Word Cloud met alles wat jullie op dit moment intikken als dat je zegt van, nou, dat is voor ons impact. En dan zie ik dus nu dingen als verandering, effect op de praktijk, student leert, meerwaarde voor de beroepspraktijk, toegevoegde waarde, betekenisvol, toepasbaar. Dus dat zijn de dingen die jullie associëren met impact. Nou, stop ik even weer het sharen van dat scherm. Al volgens mij verdwijnt nu mijn presentatie. Dat is weer niet de bedoeling. Nou krijg ik het niet meer voor elkaar. Ja. Hop.
Dan krijg ik het andere scherm niet meer weg. Even kijken hoor. Oh, dan moet die... Ja, gelukt. Wil ik jullie eerst eens even wat vertellen over dat impactverhaal. Hè? Want in jullie reacties komt heel duidelijk naar voren. Hè, toepasbaarheid, het moet meerwaarde hebben voor de praktijk. Maar ook bijvoorbeeld de student leert. Nou, als je kijkt naar een afstudeertraject, dan heb je dus te maken met heel veel verschillende betrokkenen en partners. In dit plaatje zie je een soort van driehoek. Dat verbeeldt eigenlijk de driehoek tussen onderzoek, praktijk en opleidingen. En al deze partners, die hebben belangen en zien meerwaarde voor het afstuderen van een student. En wat wij hebben gedaan in ons project Impactvol Afstuderen, is dat we bij 30 afstudeertrajecten alle betrokkenen hebben geïnterviewd en ze gevraagd hebben van welke toegevoegde waarde zie jij nou van het afstudeertraject van deze student. En de student dus van voor jezelf. Of in ieder geval iedereen ook voor zichzelf. Als je dan kijkt naar wat studenten daarin teruggeven, dan staat voor een student eigenlijk voorop dat hij een afstudeertraject doet om zichzelf te ontwikkelen. Dus zijn eigen professionele ontwikkeling en het opdoen van concrete werkervaring binnen het bedrijf, dat is voor de student de belangrijkste waarde die hij ziet in zijn eigen afstuderen. En daarbij geven studenten ook heel duidelijk aan dat ze het belangrijk vinden dat de organisatie iets heeft aan wat zij bijdragen op dat moment met hun afstudeertraject. De studenten zijn heel erg bezig met hun eigen ontwikkeling en met de belangen van het bedrijf. Nou, als je dan kijkt naar naar de organisaties, dan geven die heel duidelijk ook aan van nou, we willen graag een zinvolle bijdrage aan een kwestie binnen onze organisatie. Maar wat ze ook heel duidelijk aangeven is van wij zien een afstudeertraject als een ideale omgeving om uit te vinden van hey, kan ik deze student wellicht als werknemer aannemen? Dus ze zien het als een soort van recruitment waarin ze dus kunnen bekijken van hey, wat voor vlees heb ik in de kuip? Daarnaast hebben ze ook wat hogere motieven vaak in de zin van nou, we vinden het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren en willen mensen ook de gelegenheid geven om zich te kunnen ontwikkelen. En ze zien heel duidelijk ook steeds weer van deze student moet afstuderen en moet zijn diploma halen. Dat zal straks ook verderop nog wel terugkomen in mijn verhaal. Nou, als je dan kijkt naar de docentbegeleiders in deze trajecten, dan als je kijkt van wat voor waarde zien zij voor zichzelf, dan wijzen ze heel erg op hun eigen persoonlijke voldoening. Ze vinden het heel fijn als docent om mensen te begeleiden die zich dan ontwikkelen. Dat is eigenlijk hun belangrijkste motief om afstudeerders te begeleiden. En ze geven daar dan bij aan van, nou, dat is ook goed om te doen. De waarde die we dan vervolgens daarin zien is dat wij ook op de hoogte blijven van wat er speelt in die praktijk. En dat passen we dan ook toe op andere plaatsen in de praktijk. En docenten zijn als het gaat om de anderen heel erg bezig met dat die student een diploma moet halen. En ze zijn zich er ook heel erg van bewust dat het relevantie moet hebben voor het bedrijf. Maar als ze daar een keuze tussen moeten maken, dan gaat het diploma van de student voor bij de docentbegeleiders. Nou, en als je dan kijkt naar het onderzoeksverhaal, hoe zitten lectoraten daar dan bijvoorbeeld in? Dan zijn die heel erg op zoek naar de toegevoegde waarde voor oplossingen en kennis voor grotere vraagstukken die er spelen in de beroepspraktijk. En die zijn vaak betrokken bij dingen als bijvoorbeeld energietransitie, allemaal van dat soort grotere vraagstukken. En die willen heel graag dat afstudeertrajecten van studenten daar een bijdrage aan leveren. En ze hebben ook als belang dat ze graag studenten willen betrekken bij het onderzoek in kader van integratie onderwijsonderzoek. En ze hebben daarbij wel heel erg oog ook voor het belang van dat zo'n student moet afstuderen. Nou, ik weet niet of er inmiddels wat vragen in de chat zijn, Lex, die hierop aansluiten. Ik zie ze nog niet. Nou, dat is mooi, dan is het verhaal tot nu toe duidelijk. Wat ik jullie even zou willen vragen is om in de Mentimeter, waar je net ook al in zat, om eens voor jezelf te rangschikken
van, ik heb daar 4 eigenlijk van de waarden die ik nu noem, die heb ik daar neergezet. Zou je als deelnemer die eens willen rangschikken in de zin van welke staat voor jou nou voorop? Welke vind jij het belangrijkst? En dan zo te rangordenen van 1 tot 4. Jullie zien als het goed is in beeld ook de rangordening die dan ontstaat als jullie dat allemaal doen. Nou, je ziet dus dat als 14 mensen dat doen, dat professionele ontwikkeling van de student dus het hoogste staat in de rangordening. En het bijdragen aan kennis voor vraagstukken als laagste. Nou weet ik niet wat voor publiek ik heb, dus ik kan dit niet verder duiden nu. Maar wat ik hier even mee wil laten zien is als je dus als groep een innovatietraject wil ontwikkelen, waarin studenten afstuderen. Dan is dit dus wat speelt. Deze afweging van verschillende toegevoegde waarden en belangen. Er zijn mensen in zo'n samenwerking die die professionele ontwikkeling van de student voorop hebben staan. Maar daarnaast zijn er mensen aanwezig die vooral willen dat er grotere vraagstukken worden opgelost. Zo heeft iedere betrokkenen dus in zo'n traject zijn eigen belangen en eigen toegevoegde waarden die je vooral ziet. Dus als je het met elkaar hebt over afstudeertrajecten of innovatietrajecten die impact hebben, dan kan het dus goed zijn om met elkaar het gesprek te voeren over welke impact je nou eigenlijk precies bedoelt, omdat iedereen daar een heel verschillend beeld van kan hebben. En daar kan ook nog, als je dus gewoon gaat vragen aan mensen van wat bedoel je met impact, dan kan iedereen daar wel hetzelfde van zeggen. En dan zegt men meestal dat de praktijk er verder mee komt. Maar als je echt goed gaat kijken naar, ja, maar waar zit men nu qua belang echt op, dan kan dat enorm uiteenlopen. En dat met elkaar expliciteren is heel erg belangrijk om te zorgen dat dit soort trajecten dus succesvol kunnen zijn uiteindelijk. Nou, stop ik even weer met deze te delen. Ik heb je in de chat een vraag gestuurd, Lize. Even kijken. Marcel Meesters, of jij hebt mij een vraag gestuurd, Leo? Leo, Lex. Ja, ik heb die vraag van Marcel Meesters naar jou toegestuurd. Ja. Ja, FHICT, dus dat is een ICT, hebben afstuderen is de keuze tussen afstuderen bij een lectoraat of bij een bedrijf. Bij een lectoraat meer onderzoeksgericht, bij een bedrijf iets meer toepassingsgericht. Hoe kijk je daar tegenaan? Dan ga ik zo meteen in de tweede helft van, of wat nu komt, ga ik daar het een en ander over zeggen, Marcel. Dus dan komt dat zeker aan de orde. Even kijken. Dan die uit. Yes. Ja, want waar ik het nu even met jullie naar wil kijken is van als je nou zo'n afstudeertraject of innovatieachtig iets wil opzetten, waar loop je dan tegenaan als het gaat om hoe steekt het in elkaar en wat moet je dan, waar moet je allemaal aan denken? Even kijken. Om daar even mee te beginnen heb ik als eerste dit plaatje. En dat is eigenlijk een weergave van hoe ziet het hele systeem er nou eigenlijk uit waarin we acteren met z'n allen.
En dan zie je twee grote driehoeken staan, waarbij in de ene driehoek heb je het HBO staan, in de andere driehoek de beroepspraktijk. Het HBO bestaat ook weer uit twee subsystemen eigenlijk. Dat is een opleiding en een lectoraat. Nou, dit kun je natuurlijk zo complex maken als je zelf wil, want het kunnen ook meerdere opleidingen en meerdere lectoraten zijn. Maar dit is even de basic. Van, je hebt altijd te maken als een student gaat afstuderen met ook een betrokken lectoraat, dan is het dus een lectoraat en een opleiding. De beroepspraktijk bestaat uit allemaal verschillende organisaties. En het is afhankelijk van het soort organisatie ook, wat er op een student afkomt. En ik heb de student eigenlijk op de grens daarvan gezegd. Die is eigenlijk degene die in beide systemen moet acteren. Hè. Dus die moet, als hij een opdracht doet bij een organisatie, eigenlijk de belangen van die organisatie zien te verenigen met de belangen in de HBO-opleiding of wat dat daar van hem gevraagd wordt als het gaat om het afstuderen. In dit soort systemen zitten allerlei grenzen. En grenzen geven wrijving en geven frictie. Dus een voorbeeld van zo'n grens is bijvoorbeeld zo'n verschil tussen belangen. Dus zo'n organisatie die graag een kwestie heeft die opgelost wordt door de student. Terwijl de opleiding graag wil toetsen of de student beroepsbekwaam is. Dan heb je dus twee verschillende dingen die de student met elkaar moet zien te verenigen. Dus die loopt aan tegen een soort van grens die hij moet zien te overbruggen. Het zit hem dus ook in de systemen, want we kennen ook allemaal de grenzen tussen een opleiding en een lectoraat. En een lectoraat wil graag onderzoek doen en een opleiding wil graag dat de student afstudeert. Nou, ook daar kun je dan bijvoorbeeld zo'n grens tegenkomen, waarvan het de vraag is van, ja, hoe overbrug je die met elkaar? Nou, die grenzen willen we niet zien als onmogelijkheden. In ons project Impactvol Afstuderen zijn we dus ook vooral onderzoek naar aan het doen van, wat gebeurt er nou op die grenzen? Wat doen mensen daar nou eigenlijk precies om ze te overbruggen? En dan zijn er vier dingen die kunnen gebeuren op die grenzen. Mensen kunnen proberen elkaar te begrijpen. Dat noemen we identificatie. Dus te snappen van, hé, wat gebeurt er in dat andere systeem? He, dus docenten die begrijpen dat een docent of dat een bedrijf graag wil dat het afstudeertraject van een student van toegevoegde waarde is voor dat bedrijf. Dat is een vorm van identificatie. Die docent die snapt dat, die ziet dat. En andersom ook, een opdrachtgever in een bedrijf die snapt dat de student moet afstuderen, die is aan het identificeren. Nou, dat is het eerste wat je kan doen om met elkaar zo'n grens te overbruggen. Snappen. Wat is er aan de hand in al die systemen en hoe kijken die verschillende systemen nou tegen dat soort dingen aan? Een tweede wat je kan doen is coördineren, is dat je het ook met elkaar gaat afstemmen en met elkaar afspraken erover gaat maken. He, dus dat opleidingen en opdrachtgevers met elkaar bijvoorbeeld afspraken maken over van hoe richten we nou zo'n traject zo in dat onze wederzijdse belangen zo maximaal mogelijk werken met elkaar. Dan een derde is dat je ook echt gaat leren van elkaar, reflectie. Dus dat je, als je ziet hoe het bij de ander is, zegt, hé, dan moet ik het misschien ook wat anders gaan doen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld nu bij opleidingen gebeuren die zeggen, nou, de opdrachtgevers die willen toch graag andere soortige producten dan wat wij nu van onze studenten vragen. Dus laten wij eens kijken of wij onze studenten op andere soorten producten dan bijvoorbeeld een thesis kunnen laten afstuderen. Nou, en transformatie is dat je zegt van, nou, we blijven niet in twee systemen zitten. We gaan met elkaar een omgeving maken waarin we met elkaar gaan samenwerken en volop met elkaar aan de slag gaan en gaan leren om te zorgen dat iets ook daadwerkelijk verandert. En dat zou je dus bijvoorbeeld, dat zie je bijvoorbeeld in een innovatiehub of in een community of practice of allerlei andere initiatieven die er op dit moment zijn om echt samenwerkend aan bepaalde problemen met elkaar aan de slag te gaan. Nou, als we nu even kijken naar ons onderzoeksproject, dan hebben we dus gekeken naar wat gebeurt er nou precies op de grenzen. Als we kijken naar de projecten die wij hebben onderzocht binnen het economische domein, dan zien we als eerste dat het eigenlijk voornamelijk gaat over individuele trajecten, waarbij een student gewoon een organisatie zoekt, daar afspraken mee maakt en vanuit de opleiding door een docent begeleid wordt. En heel soms
is daar een lectoraat bij betrokken. En heel soms studeert een student af bij een lectoraat. Maar dat komt binnen het economische domein alleen maar voor op het moment dat er lectoraten zijn die heel nauw met opleidingen samenwerken. Heel vaak staan lectoraten toch vrij ver af van opleidingen en dan wordt dat wat lastiger. Wat we ook zien dus op de grenzen, is dat daar men elkaar dus wel heel goed begrijpt. Dus wel elkaars belangen ziet. En ook wel op zoek is naar manieren om bijvoorbeeld te zorgen dat een bedrijf meer heeft aan het afstuderen van een student. Maar men komt dan vervolgens niet heel veel verder dan een vorm van coördinatie. Waarbij heel veel kansen blijven liggen. Dus wat wij in de interviews zien, is dat er heel veel gebeurt dat een opdrachtgever zegt van, oké, deze opdracht past niet helemaal bij wat ik zou willen, maar jij moet afstuderen, dus doe dan maar. Of zegt van, dit eindproduct, dat is niet helemaal wat ik zou willen, maar het is het product wat de opleiding van jou vraagt en jij moet afstuderen. Dus dan vind ik het zo wel oké, en dan zie ik wel wat er met jouw product vervolgens gebeurt. Nou, dat zijn gemiste kansen. Hè, want als je het dan hebt over hoe kan iets nou daadwerkelijk veranderen in de praktijk, dan zie je hier dus iets gebeuren waardoor er heel veel potentie eigenlijk blijft liggen. Dus als we kijken naar hoe willen we nu verder, hè, dan zou je scenario's willen ontwikkelen waarin je dit dus verandert en met elkaar gaat kijken van hoe kunnen we nou komen tot samenwerkingen waarin dat soort kansen dus niet blijven liggen. Nou, we hebben gekeken in alle interviews van wat geeft men nu aan als mogelijke succesfactoren. Dus wat zou nou gaan helpen? En dat hebben we ook aan alle betrokkenen gevraagd. En als je dat allemaal op één hoop gooit, dan zijn ze het eigenlijk best wel met elkaar eens. Voortdurend in het gesprek wordt er aangegeven van we moeten veel meer met elkaar gaan samenwerken als het gaat op het tot stand komen van de opdracht. Dat noemen we matching op de opdracht. Matching op de opdracht is vooral van waarover moet dit afstudeertraject nou eigenlijk precies gaan? En kunnen we het daar met z'n allen over eens worden? Wat we zien is dat heel veel trajecten de student als een soort van poppetje heen en weer gaat tussen opleiding en opdrachtgever. Dus de student bij de opdrachtgever praat, volgens een plan van aanpak moet schrijven. De opleiding dat heel vaak een stuk of 3-4 keer overnieuw laat doen. Student elke keer weer naar de opdrachtgever moet. En heel soms een docentbegeleider daarin stapt met een bedrijfsbezoek of met een gesprek om de boel een soort van te coördineren. Hè? Dus dan kom je niet veel verder dan dat coördineren. Een echt driegesprek over wat de opdracht zou moeten zijn, zien we heel soms. En dan geeft men dus ook aan van, dit was een goede manier van werken. En daardoor zijn we tot een opdracht gekomen die voor alle betrokkenen goed was. Nou, een tweede ding wat men aangeeft is van, er is matching op personen nodig. Dus het is belangrijk dat de mensen ook bij elkaar passen. Zowel de docent en de student als de opdrachtgever en de student. Dus ook daarover is gesprek nodig. En wat opdrachtgevers allemaal massaal aangeven is dat ze het echt heel erg belangrijk vinden dat de student aanwezig is in de organisatie en daar ook daadwerkelijk medewerker is. Dus wat er nu heel veel gebeurt in het economische domein met name, is dat de student een organisatie invliegt, een opdracht krijgt en dan weer uitvliegt. En heel veel opdrachtgevers geven aan van ze mogen niet meewerken van de opleiding, maar daardoor kennen ze ook de ins en de outs van de praktijk niet. En is dus hun advies ook van minder waarde, omdat het vaak te ver af blijft staan van de weerbarstige praktijk. Dus opdrachtgevers zouden heel graag willen dat er scenario's komen waarin een student echt gewoon wat langer in een organisatie is. Langer ook dan dat nu vaak het geval is. En daar echt meewerkt en dan vervolgens een issue aanpakt. Nou, iedereen waar dingen goed lopen, die geeft aan van er is veel meer flexibiliteit nodig in hoe een afstudeertraject ingericht wordt. Welke tussenproducten er geleverd moeten worden. Welke routes er zijn. En op de eindproducten die studenten leveren. En dat vraagt dus ook om veel meer afstemming en communicatie
gewoon gedurende de hele rit tussen opleiding en organisatie. En daar zien we ontzettend veel verschillen tussen opleidingen, waarbij sommige docenten nooit contact hebben met een opdrachtgever en andere meerdere keren. En dat lijkt eerder een soort van individuele beslissing te zijn, omdat daar echt ideeën of visie achter zit. Nou, wat heel belangrijk is, de projecten die goed lukken, die komen voort uit duurzame relaties tussen partners. Dat mist heel erg in het economische domein. Dus je ziet daar dat er heel veel verschillende soorten kortdurende contacten zijn met organisaties. Maar er niet echt sprake is van een duurzame relatie tussen enerzijds de hbo-instelling en anderzijds bepaalde praktijkpartners. En dat wil men wel heel graag om al die andere dingen die hierboven staan goed voor elkaar te kunnen krijgen. En goed met elkaar te kunnen afstemmen. Nou, iedereen geeft dus ook aan dat men voldoende tijd en facilitering nodig heeft. En dat als je die hebt, dat dit lukt. Heel veel geven dit dus ook aan als faalfactor. Dat als het er niet is, dan is het lastig. En men wil heel graag dus ook flexibiliteit in de manier waarop studenten beoordeeld worden. Dus dat hangt weer samen met die flexibiliteit die eigenlijk voortdurend gevraagd wordt. Nou, dan wordt er ook nog heel veel gezegd over studentkenmerken, maar die nemen wij niet op in onze succesfactorenlijstje. Dus zowel docenten als opdrachtgevers geven heel veel aan als een student dit is of als een student dat is, dan is het succesvol. Maar in onze opinie is dat dus dan juist waar een opleiding voor zou moeten opleiden. En kan je dat niet meenemen als een soort van voorwaardelijke factor in het ontwikkelen van scenario's. Je kan natuurlijk wel zeggen, laat studenten solliciteren op bepaalde scenario's en dan kan je aangeven welke eigenschappen je daarvoor nodig hebt. Maar het gaat hier heel vaak toch over professionele vaardigheden zoals voldoende zelfstandig, voldoende autonoom. Dat is gewoon waar je student voor op moet leiden. Dus dat zijn niet echt succesfactoren in de zin van die wij kunnen bewerkstelligen door hoe je een scenario inricht. Nou, ik zag net in de chat ook al vragen dus over waar kun je nou student precies op laten afstuderen. Even kijken, ook die dat die vorm van thesis achterhaald zou zijn, et cetera. Nou, dat klopt. En een goede input daarvoor vinden jullie in het protocol afstuderen 2.0. En dat wil ik heel even, ik ga het niet helemaal uitleggen hier, want het is een heel groot ander onderwerp. Maar als je scenario's ontwikkelt voor afstuderen, en als je dus ook in zoiets zit als dat innovatietraineeship van SIA, dan is dit iets wat je heel goed moet weten en in de gaten moet houden. Dus de wijze waarop opleidingen afstudeertrajecten inrichten. En dus ook de kaders waar een opleiding allemaal rekening mee moet houden. Zijn een heel belangrijk aspect in of het je lukt om studenten te werven voor dat hele innovatietraineeship. Het is veel makkelijker om studenten te werven in andere jaren van opleiding voor grotere innovatieprojecten dan als het gaat om afstudeertrajecten. Omdat die afstudeertrajecten bij opleidingen onder een grote loep liggen bij een accreditatie. En dus ook heel nauwgezet en nauwkeurig worden ingericht. En dat neemt dus juist die flexibiliteit weg waar zo massaal om gevraagd wordt. Nou biedt het protocol afstuderen juist heel veel ruimte om een afstudeertraject wel heel flexibel in te richten. Maar je moet je heel goed beseffen dat bij het afstuderen een student zijn beroepsbekwaamheid moet aantonen. En dat daar dus allerlei zaken bij komen kijken. En dus ook een student binnen een lectoraat laten afstuderen op een onderzoek is in strijd met dit protocol. Dus gaat je problemen geven. Want de student moet aan het einde van de rit zijn hele beroepsbekwaamheid aantonen. En niet alleen dat hij een goede onderzoeker is. Dus hier is heel veel gesprek en overleg met opleidingen nodig. Om met elkaar een gedeeld beeld te krijgen. Bijvoorbeeld over de rol van onderzoek in het hele verhaal. Dan even naar die scenario's. Van hoe kan dat er dan uitzien?
Nou, je zag net mijn eerste plaatje al met de poppetjes allemaal in het driehoekje in het systeem. Wat heel erg belangrijk is als je nieuwe scenario's gaat ontwikkelen, is dat je alle poppetjes uit het systeem haalt en die allemaal om de tafel zet. Dus dat betekent dat je, als je een project hebt waar dus deze drie partners met elkaar gaan samenwerken, je ze allemaal om de tafel moet hebben om zo'n scenario te ontwikkelen. Nou, ik heb zojuist bijvoorbeeld net met de mensen van de HU gepraat, die dus in zo'n innovatietraineeship zitten. En die hebben bijvoorbeeld de opleidingen niet aan tafel zitten. Dus dat heb ik vanochtend tegen gezegd, van haal die afstudeercoördinatoren erbij. Want als je die opleidingen niet aan tafel hebt zitten en bijvoorbeeld alleen de lectoraten, dan gaat dat dus problemen geven. Nou, waarom allemaal aan tafel? Omdat je, als je met elkaar zoiets wil ontwikkelen en van elkaar wil leren, dus voortdurend met elkaar moet hebben over, over welke opdrachten hebben we het hier? Wat zijn dan geschikte opdrachten? Hoe ziet zo'n proces of traject er dan uit? Hoe matchen we dat dan met hoe een afstudeertraject is ingericht? Hoe gaan we dat nou dan beoordelen uiteindelijk? Hoe kijken we tegen beroepsbekwaamheid aan? Hoe kijken we tegen de rol van onderzoek aan? En alle partners aan tafel is hier belangrijk, omdat iedereen hier eigen beelden van heeft. Dus ook een praktijkpartner, die hebben beelden van bijvoorbeeld onderzoek en van de rol van de onderzoek. En die zijn anders dan die van een lectoraat en anders dan die van een opleiding en anders dan die van een student. Dus dan moet je proberen een gezamenlijk beeld van te krijgen. Nou, een ander voorbeeld van een scenario waar je aan kan denken, dat is een wat groter scenario. Dus dat komt een beetje in de buurt van die innovatietraineeships. Dan zit je dus ook wat meer op het transformatieverhaal, waarbij je een eigen systeem inricht, een eigen omgeving, waar allerlei mensen iets mee te maken hebben. Dus je wil meerdere opleidingen betrekken, meerdere lectoraten. Je hebt, als het gaat om de praktijk, niet alleen te maken met specifieke organisaties, dus de MKB's die je bijvoorbeeld bij betrekt, maar ook met brancheorganisaties en federaties. Dan moet je dus goed zorgen dat de juiste mensen met elkaar gaan samenwerken aan iets concreets, maar ook dus allemaal betrokken zijn en dan aan de slag gaan. Nou, waar moet je dan om? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Waar moet je aan denken? Nou, het is heel erg belangrijk dus om met elkaar aan die tafel dat gesprek te voeren over die toegevoegde waarde. Van wat staat in ons scenario nou centraal? Ben je bezig om een specifiek organisatievraagstuk op te lossen? Ga je een groot praktijkvraagstuk oplossen? Of richt je je vooral op de professionele ontwikkeling van de student? Of allemaal? Maar dit moet heel helder zijn voor iedereen. Van hé, waar richten we ons nou op? Wat is daarin voor ons nou belangrijk? Tweede vraag die je met elkaar kan bespreken is: welke grenzen zie je nu allemaal? Ja, dus waar zitten die verschillen die lastig kunnen zijn? En hoe gaan we die nu met z'n allen productief maken in plaats van dat ze ons gaan hinderen? En het is dus belangrijk dat je die met elkaar expliciet maakt. En daar dus ook echt in co-creatie probeert iets op te bedenken. En wat je daarop kan bedenken, dat is met de laatste, hoe kunnen grensobjecten helpen? Nou, dat is even een concept uit de boundary crossings theorie, grensobject. Maar een grensobject is iets waar je met z'n allen aan werkt en dat in alle systemen een bepaalde betekenis heeft. Dus bijvoorbeeld de opdracht die je de student gaat doen, dat is een grensobject. Of de eindproducten die de student gaat maken. Nou, een eindproduct kan een bedrijf gebruiken voor het issue binnen een bedrijf. Een lectoraat kan dat gebruiken voor kennisstapeling. Een opleiding kan het gebruiken om de student te toetsen op beroepsbekwaamheid. Nou, daarmee noemen we dat dan een grensobject. Dus het is een object wat iedereen gebruikt en dat in ieder systeem een andere betekenis heeft. En we weten uit onderzoek dat het helpt in dit soort processen om dus gezamenlijk aan de tafel in co-creatie die grensobjecten te laten ontstaan. En dus je gaat ook samen bijvoorbeeld nadenken over hoe een student uiteindelijk beoordeeld zou kunnen worden. Zodat dat niet een ding is wat alleen bijvoorbeeld bij opleidingen ligt. Nou, dit is het hele verhaal.
Lex, wat is er in de chat voorbij gekomen waarvan je zegt, daar moeten we nog eens even op ingaan? Nou, er zijn eigenlijk twee dingen langsgekomen. Dat is inderdaad die producten waar jij het al over gehad hebt. Die theses die ouderwet zijn en meer richting portfolio en beroepsproducten. En daarnaast inderdaad die vraag over hoe dat innovatietraineeship past in het onderzoek van jullie. Ja. Dat zijn de enige vragen die langsgekomen zijn. Ben ik zo helder geweest? Blijkbaar. En dat protocol is inderdaad te vinden op toetsbekwaamheid.nl. Al kun je dat van grenzen illustreren met een voorbeeld, zeg ik, wordt er nog gevraagd. Nou, dat is een van die dingen die ik net aangaf. Een mooi voorbeeld is misschien een heel concreet voorbeeld uit een interview. Daar had een student voor een bedrijf een eindproduct gemaakt, waarvan de opdrachtgever in het interview zei van, dat eindproduct dat moest voldoen aan het format van de opleiding. Maar dat had vervolgens nog wel een bewerking nodig voordat ik er iets mee kon. Want bij mij moest het wel zo geschreven worden dat de mensen op de werkvloer er iets mee konden. Dus daar zie je een grens. In de zin van dat er verschillende verwachtingen zijn. Dus een opleiding heeft iets nodig om een student mee te beoordelen. De praktijk heeft iets nodig om op de werkvloer daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Nou, dat schuurt. Dat geeft frictie. Nou, hoe kun je dat nou met elkaar zo oplossen? Dat die opdrachtgever iets heeft waarmee die echt iets kan. En de opleiding iets heeft om de student mee te beoordelen. En wat je nu ziet gebeuren is dat men in hun eigen wereldje daar allerlei oplossingen voor bedenkt. Dus eigenlijk ook dat op elkaar aanpast. Of zegt van nou, dan doe ik wel wat jij wil. Maar dat daar eigenlijk nauwelijks echt goede dialoog over is. Wat wordt er beoogd? Welke eindproducten? Nou, waar we naartoe werken zijn voorbeelden van scenario's. Van hoe kan het afstuderen eruit zien? En we zijn bezig met tools en werkvormen om mensen ook te helpen om dit soort scenario's vorm te geven. Dus alles wat ik nu vertel, van hoe kunnen we nou mensen bijvoorbeeld helpen bij het voeren van dit soort gesprekken? Even kijken hoor. Op welk niveau kan het gesprek het beste plaatsvinden? Ja, dat is een mooie. Op alle niveaus in wezen. Dus een instelling heeft iets te doen als het gaat om hoe willen wij met de praktijk samenwerken. Opleidingen die hebben duurzame relaties nodig met specifieke MKB-bedrijven bijvoorbeeld. Of met bepaalde instellingen. En afstudeerprojecten, daar zijn goede gesprekken nodig tussen bijvoorbeeld de begeleidende docent, de opdrachtgever en de student. Dus het is een beetje afhankelijk van het doel wat je hebt, op welk niveau zo'n dialoog plaatsvindt. Maar je zou ze op alle niveaus moeten hebben en moeten voeren met elkaar. Even kijken, Marlou, waarom is het niet voldoende voor de opleiding dat de student echt in de praktijk staat en het eindproduct hieraan voldoet? Dan is een student toch juist helemaal klaar voor de praktijk als hij dat kan. Als je kijkt naar het protocol. Dat zal ik er even bij halen. Je ziet in het midden van het protocol prestaties en beroepsopdrachten staan. Het is inderdaad zo dat als een student werkt in de praktijk, dan levert dat allerlei beroepsproducten op. Die je als opleiding kan gebruiken om een student te beoordelen. En dus de beroepsproducten die een student aanlevert zijn prestaties op basis waarvan je kunt beoordelen. Alleen heel vaak willen opleidingen toch nog iets meer van studenten weten om ze te kunnen beoordelen op bepaalde competenties. Dus het kunnen onderbouwen van je handelen, het kunnen reflecteren, dat zijn zaken die niet altijd zo direct in beroepsproducten naar voren komen. Ja, dus wat ik hier nu aan doen ben, is een beroepsproduct. Ik geef een presentatie. Die kunnen we opnemen. En als je die in een assessment bekijkt, dan kun je daar wellicht wel het een en ander over mijn
functioneren zeggen. Maar ik wil eigenlijk als assessor dan toch ook nog wel graag van mijn toelichting op waarom ik deze workshop zo in elkaar heb gezet als dat ik hem in elkaar heb gezet. En waarom ik hem op deze manier doe. Dus naast beroepsproducten hebben opleidingen behoefte aan andere vormen van prestaties. En je moet dus opleiding dus een mix zien te maken van enerzijds de dingen die een student in de praktijk gewoon doet en anderzijds die, ja, noem ik dan meer opleidingsprestaties die je als opleiding nog nodig hebt. Dus ik hoop dat dat een antwoord is op Marlou. Ah, Avans, dat is Tony van der Zouwe. Dat is een lector bij jullie. Ja, Marlou, dat is dus inderdaad, je kan de studenten een portfolio laten maken waarin je ze ook laat reflecteren. En dat kan gewoon, in het portfolio kunnen de beroepsproducten als prestaties ook in. Dus er zijn zeker oplossingen mogelijk. Dus als we zo'n grens hebben, dan zijn die op deze manieren heel goed op te lossen. Maar dat moet je wel met elkaar doen, om dat zo op te lossen. En wat we nu zien is dat opleidingen eigenlijk de hele tijd zelf die oplossingen aan het bedenken zijn, zonder echt te praten met de specifieke opdrachtgevers of heel vaak het werkveld daarin overslaan. Werkveld, je ziet eigenlijk ook als je kijkt naar het protocol afstuderen dat het werkveld heel erg geconstateerd wordt als het gaat om bijvoorbeeld beroepsprofielen tijdens de beroepsbekwaamheid. En dat veel opleidingen ook wel een werkveldadviescommissie hebben. Maar dat met name op dat niveau dat de student ook daadwerkelijk in een traject terechtkomt, er eigenlijk alleen over inhoud wordt gepraat en heel weinig over waarom doen we het nou op de manier zoals we het hier doen. En opleidingen hebben daar heel erg het eigenaarschap. En als je dus ook wil dat zoiets als een innovatietraineeship, zoals van SIA, gaat werken, dan moet je die opleidingen wel echt mee hebben en zorgen dat die flexibel mee kunnen gaan bewegen. Dat betekent dus ook dat dit soort... Ja, nou kan eeuwig doorgaan zo, maar... En ik zie Don helpt mij ook als lector beter begrijpen wat afstuderen kan betekenen. Nou, dat is precies ook dat eerste driehoekje van opleidingen en lectoraten weten ook vaak niet voldoende van elkaar wat er precies speelt in elkaars systemen. Dus ook daar moet je gewoon proberen iets meer zicht te krijgen op hoe werkt het allemaal. Oké, okay. Nou... Is je presentatie nog te delen? Ik weet niet wat SIA hier in regelt eigenlijk. Ja, als mensen mij een mailtje sturen, dan kan ik zorgen voor verspreiding. Oké, okay. Nou stuur Lex een mailtje en dan Lex, moet jij denk ik even je mailadres in de chat zetten. Ja.